Madura! Ik zit er hoor. Kom je erbij, joh? Ga zo maar. Je mag wat dichterbij komen hoor. Hoe gaat het met jou? Goed, hè? Hij gaat met jou ook goed. Het liefst onder de kin. Oh, dat is wel fijn. Ja, het is ook heel fijn. Kiet op de buurt, ja, dat vind ik. Jij kan helemaal goed kietelen. Je hebt die kietelvinger. Nee, u heeft de vorige keer toch zo mooi gezongen? Ja, dat was de video. Adora. Die meneer heeft zo'n mooie stem. Ja, die meneer die net kwam kieten. Is dat echt waar? Ja, oh, die heeft zo mooi gezongen. Wat had hij nou gezongen? Ja, een heel mooi. Wat vind je? Ja, mooi. Wilt u nog een keer zingen? Ja, we gaan nog een keer zingen. Ja. Naast je staan, die was nog in de straat. Ja, natuurlijk. Als u mee kan zingen, doe het vooral hoor. Zit het even twee. Applaus voor deze meneer! Oh, nou, jij kan goed slapen s'avonds. Zit hij dat altijd s'avonds voor het slapen? Nou, begrijp je nou dat ik daar niet tussen wilde komen met mijn zoetgevoiste staan? Nee, ik word slapen en doe ik jou nog een vraag slapen. Dat lijkt prima, hè? Nacht in de nacht. Sommige dromen kunnen ook uitkomen. Echt? Oh, dat gaat dan vanavond heel hard wensen.
dat zo'n toekomstrol. Morgenavond een bal, mag. Ja, dat hoop ik ook. Ik ook. Oh, leuk. Maar morgenavond al. Is dat dan bij mij? Wat is dan het verschil tussen een dagdrol en een nachtdrol? Ja, bij een dagdrol ben je wakker. Hè? Ja, dat is gewoon een beetje fantaseren in je hoofd. Oh, maar ja. Deze droom, die heb je. Die Kijk, een dagdroom ben je wakker. Dat is echt niet waar. Wat? Ik droom. Ja, maar dat is van een bal. Ja. Maar dat kan toch ook? Heet het dan ook gewoon een dagdroom? Als je s'nachts droomt, hè? En jij hebt nu een toekomstdroom. Dat is weer een andere droom. Dat is iets wat je heel graag wil. Ja, ze heeft ook een toekomstdroom. Ja, wat wil jij heel graag? Slippers? Slippers. Papa, mama, ze willen slippers. Hé, en wie heb je meegenomen? Hoe heet die? Wie de Anora. Weg. Rustig blijven. Ja! Dat ging makkelijk. Als je maar rustig blijft en niet ernaar gaat slaan. Hè. Jij, Lotte. En hoe heet deze? Die zijn lief, hè? En slapen die ook bij jou in bed? Ja. Zo, dat is gezellig. Gaan die dan ook dromen? Zeker. Maar dromen zij dan dezelfde droom als haar? Dat weet je nooit. Ja, dat weet je nooit. Dat zou zomaar kunnen, hoor. Het zou wel gezellig zijn als je samen een droom hebt, toch? Nou ja, als ze erin voorkomen wel. Ja, dat lijkt me wel leuk. In je droom. Dus het is niet per se dat als je samen logeert, dat je dan ook allemaal dezelfde droom hebt? Nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, want jij kan iets heel anders dromen dan een grapje natuurlijk. Maar want het is wel heel gezellig, een groepsdroom. Ja, dat is heel gezellig. Dus als ik vanavond ga logeren... Ja. Met heel veel mensen, ja. Dan bijvoorbeeld met een kapje en een schietje en een klein duimpje. En dan wens ik, voordat ik ga slapen, dat we een groepsdroom dromen. Ja. Weet dat dan ook? Oh, dat zou kunnen. Oh, leuk. Ja, als iedereen het maar wenst. Oh, ja. Ja, maar misschien heeft gewoon krapje daar wel helemaal geen zin in. Oh, dat is waar. Dan moet ik het even vragen. Ja. Ja. Ja, hebben jullie Roodkapje gezien? Hebben jullie Roodkapje gezien? Ja, waar is ze dan? Oh, ze is weg. Oh, ze is weg. Goed, zie ik het weten. Dat doet ze nou steeds. Ja, ze huppelt ook zo snel. Ja, heel snel. Ja, kan je ook iets doen? Ja, ik hoorde dat... Nou, we hadden laatst een huppelwedstrijd in het Sprookjesbos. Was jij er toen ook bij? Nee, toen was ik aan het warm vliegen. We hadden laatst dus een huppelwedstrijd. Met deze warmte had jij een huppelwedstrijd? Ja. Maar dat is leuk. Maar we hadden na afloop hadden we wel water gekregen. Ja, veel drinken hè, op zo'n avond was dit. Ja, dat is heel belangrijk. En dan geen bier, hè? Maar Roodkapje had je gewonnen. Kijk, Jons dan wel. Ja, dat weet ik ook niet. Ga maar verder, sorry. Roodkapje had dus gewonnen. Echt? Ja. Ach, die Roodkapje. Met de huppelwedstrijd. Maar jij bent weer in andere dingen heel erg goed. Ja, ik speelde vroeger heel veel met de bal. Heel veel trucjes en zo. En stuiteren. En stuiteren, maar dat doe ik nu liever niet meer. Nee, want ik ben bang dat ze straks weer in de vijf gevallen. Oh ja, dat zou zand zijn. Hè? Ja, tenzij er weer een kikvorst is. Een kikvorst? Ja, een koninklijke kikker. Oh ja. Ja, maar ik heb er al één. Ik vind één wel goed. Ja, dat is genoeg geen kussen, dan maak je niet. Nee, dan alleen heb je je hand al vol aan. Zeg maar, ik heb het één keer moeten doen. Ja, hoewel, het was wel de moeite waard. En je had het ook afgesproken, hè? Ja, dat is waar. Ik had het beloofd. En ja, wat je belooft, moet je natuurlijk ook nakomen. Jazeker. Altijd. Ze zijn in de boodschap. Oh, ze zijn er allemaal. Oh, ik zie er ook zitten, hoor. Oh, dus moet je zo maar hier naartoe komen. Ja, dat denk ik wel. Ja, we moeten zo ook naar de stoet, hè? Oh, ja, gezellig. Ja. Is het nog bijna tijd? Oh, ja, dat is het. Wie kan er ook nog kijken? Oh, meneer. Jij? Meneer begint ons enthousiast te zwaaien. Ja, u wordt er zo mee betrokken hoor, meneer. Weet jij hoe laat het is? Top. Weet jij hoe laat het is? Weet jij hoe laat het is? Ja, hoe laat is het? 1 uur. Het is 1 uur. Oh,
Want nu pas 1 uur. Ja. Want we hebben nog een hele nacht. Heel lang. Maar dan mag Klaas vaak nog heel veel vertellen hoor. Ja, dat is wel leuk. Extra verhaaltjes. Ja. Maar dat ben ik wel heel vroeg opgestaan. Dan had ik nog meer uiltjes kunnen knappen. Ja, maar het is soms ook wel eens goed om op te staan, toch? Is het waar? Zeker op zo'n mooie dag. Ja, dat is waar. En het is een feestavond. Wil je eruit? Gaan jullie vanavond ook extra lang opblijven? Zeg maar niet te hard hoor. Oh, en toen is het. Wow, dat doe je goed. Maar ja, als je ervan uitgaat dat je er lang mag opblijven, dat is uiteindelijk niet waar. Ja, dan is het al zonde. Oh ja, dat is waar. Maar als ze het al hebben gevraagd, dan pakken we dan maar. Ja, dan wel. Zit je mee na te doen? Nee, ik zou niet durven. Van, roodkapje! Ik hoor dat er ons goed is waar we mee mogen doen. Echt waar? Ja, ja. Ooit nog niet. Dat je een huppelwedstrijd had gewonnen, Roodkap. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, ik ben best wel goed in haar. Heel goed. Ja, dat is, de beste hoor. De beste. Van het hele sprookjesbos. Ja, kan je ook huppelen? Je mag niet toestemmen. Ja, hè? Sprakeloos. Ja. Nou, laten we gaan dan. Zullen we naar de stoet? Ja, ik ga wel even naar de stoet. Kan jullie ook kijken naar de rotte stoet? Gissen, ja? Dat is een gissen. Doe ik. Wat voor? Ik zie je. Oh jee, uitkijken. Tot zo. Tot allemaal. Zo allemaal. Doeg. Doeg.
eng vindt om je honden aan te beschermen. Ja, zeker. Oei. Kijk, ja, dus dames en heren, ik ga het nog een keertje zeggen. U ziet daar die touwen liggen. Die liggen er niets voor niets. Die touwen zijn er zodat jullie er netjes achter kunnen blijven. Dus laat die touwen ook goed liggen. Want u ziet, we hebben wat zwaarder meegenomen. En we gaan ervoor zorgen dat die niet te dichtbij komen. Maar dan moet jullie een klein beetje bij helpen door achter de touwen te blijven. Kijk even achter of er geen kleinere held achter je zit of staat. Een kleinere held, die mogen natuurlijk praten. Maar zitten. Ja, ik zie jou weer inkijken. Je staat precies achter die klep. Daar heb ik een truc voor. Hey, kun je even wat zien, Rutte-Vries? Kijk eens aan. Welkom, dames en heren. Ik ga nog één keertje zeggen. Gewoon omdat wilt u aan de voorkant zitten, ga dan voor het blok. Aan die kant. En dan vanaf die grote vriend erboven, lang nek of vriendin, maar ook een klein stukje naar voren. Ja? Dus vanaf die kant staat u aan de voorkant. En dan rest maar nog één ding. Ja, hartelijk welkom. Wat gezellig dat er zoveel mensen zijn. Ga lekker zitten als dat kan. Ja? Ja, ik vind het ook wel gezellig. Zijn jullie er klaar voor? Dat is misschien belangrijk. Ja? Laten we er wat moois op maken. Goed zo. Hé, ik ben wel benieuwd. Wie van jullie is er al eens in de magische stad Ravelijn geweest? Ja? Kijk eens aan. Zo. Ja, precies. Kijk eens aan, wat mooi. Hey, en wie van jullie gaat er dan nog naar Ravelijn? Ja, ook nog. Wat zeg jij? Jullie zijn net geweest, dat is ontzettend leuk. Maar zijn hey, en weten jullie dan ook wie ik ben? Wie ben ik? Nou, voor de mensen die mij nog niet kennen, dames en heren, ik ben Ruiter Thomas. Ik ben een van de ruiters van Ravelijn en vandaag zal ik jullie laten zien hoe ik heb leren zwaardvechten. Ja, want als jullie naar Ravelijn gaan, pas dan wel op. Want in Ravelijn is het heel gevaarlijk. In Ravelijn zitten namelijk de grappers met hun scherpe bekken. En in Ravelijn zitten natuurlijk die gemene wachters van Graaf. Ja, precies. Hey, wie van jullie helden durfde tegen een draak te vechten? Wie zou dat durven? Kijk. Wat een helden. Ja, zou je dat ook durven? Durf je dat ook? Nou, ik zal het jullie vertellen. In Ravelijn heb ik gevochten tegen een enorme draak. Met wel 5 koppen. En dat kon ik natuurlijk niet zomaar nemen. Dat hebben zij mij geleerd. Zij hebben mij leren zwaardvechten. Zwaardvechten tegen de graffers. Ook tegen die wachters, tegen draken. Zo kon ik uiteindelijk graaf Olaf verslaan. Alleen. Olaf. Ja, dames en heren, je kan niet naar Ravelijn zonder te kunnen zwaardvechten. Dank u wel. Alwin. Dames en heren, en daar heb ik 2 van de beste zwaardvechters meegenomen. Alwin en Nadia. Zeg, papa. Zullen we een beetje opwarmen? Zullen we ze iets laten zien? Ja? Nou, ik ben benieuwd. Ja, zie je hoe snel je moet zijn? Snel? Maar ook slim. En heel dapper. Ja, alleen zo kan je echt een duel winnen. Kijk maar. Yeah!
Ik weet nog wel de eerste keer toen ik het bannelingenkamp van Ravelijn binnenkwam. Ik kon nog niets. Nee, ja, ik wist niet eens hoe ik het zwaard moest vasthouden. Dus de eerste dag leerde zij mij hoe ik het zwaard moest vasthouden. En de dag daarna hoe ik het zwaard moest controleren. Vervolgens hoe ik mezelf moest verdedigen tegen een aanval van boven of van beneden. En de dag daarna eindelijk hoe ik moest aanvallen. En op de laatste dag, tot slot, leerde ik mijn eigen kracht kennen. En dat ik niet bang hoef te zijn. Wie van jullie helden zou dit willen leren? Willen leren zwaardvechten als een echte held van Ravelijn? Ja, zouden jullie dat willen? Ja! Ah, dat geloof ik niet helemaal hoor. Ja, zouden jullie dat willen? Ja! Ach, helden van de Ravelijn. Kom maar staan. Staan op je plek. Ja, ja, ik wil mee duiken. En blijf netjes achter de touwen. Want helden, wij gaan zwaardvechten. Doe alsof je een zwaard in je handen hebt. Met twee handen. Stel je voor dat er tegenover jou een draak staat. Rook uit zijn neus, vuurrode ogen. En die draak gaan wij samen verslaan. En daarvoor moeten we eerst de draak afleiden. En daarom prikken wij hem met je zwaard in zijn vleugel. Doe maar mee. Ha. Heel goed. Oh, de draak die wordt boos. Hij begint naar je te bijten, maar net op tijd zet jij je zwaard tussen zijn tanden. Oh, hij probeert los te komen. Trek je zwaard uit zijn tanden. Hop, en geef hem een tik op zijn neus. De draak gaat een stukje naar achter. En dan kunnen wij hem een klap geven op de zwakke plek van de draak. Zijn kleine teen. Hou je zwaard beet. En met een brul, hè. 3, 2, 1. Oh, dat was niet brullen, hè? Daniel, dat was geen echte brul. Nee, precies. Jullie moeten doen alsof het vuur uit je mond komt. Ja, die brul doen we nog een keer. 3, 2, 1. Stukken beter. Hé, hey, helden van Ravelijn, kunnen jullie dit ook sneller? Ja, oh, dat wil ik zien. Hou je zwart beet, de draak komt op je af en prikken hem in je vleugel. Dit gaat al ontzettend goed. Oh, maar we zijn nog niet klaar. Want dan staan we oog in oog met de kwade heerser van de Ravelijn, Graaf Olaf. En die gaan wij samen ook verslaan. En daarvoor gaan jullie allemaal de genadeslag leren. Hou je zwaard goed beet. Kijk Graaf Olaf heel boos aan. Oké, eerst een klap op zijn ene schouder. Ha! Klap op zijn andere schouder. Ha! En dan een klap op zijn neus. Ha! Dit doen jullie wel heel makkelijk, zeg. Hoe ging het bij jou? Heel goed zelfs. Owen, ze doen goed mee. Hé, maar dan heb ik een idee. Wie van jullie zou dit met mij willen oefenen tegen één van de zwaardvechters? Ja? Kunnen we dat doen? Ja? Oké, dan heb ik 4 helden nodig. 4 helden die met mij gaan zwaardvechten tegen Daniel. Jongeraar. Bij? Dan mag jij bij Owen gaan staan. Goed vriend. Kom ook maar bij, mogen jullie bij Owen gaan staan. Kom maar. Ja, kom maar. Met de prachtige pet. Mag je ook bij gaan staan? Zo. Kom maar bij. Mag je er ook bij gaan staan? Goed vriend. Zo, we hebben 4 helden uitgekozen. Ga er maar bij staan. We gaan aan de andere kant stappen. Owen. Zo. Kijk nou, dankjewel. Dan mogen jullie weer lekker gaan zitten. Ga maar lekker zitten. En speciaal voor de genadeslag heb ik mijn favoriete zwaard meegenomen. Heb je er zin in? Ja, goed zo. Gaan wij als eerste. Ben je er klaar voor? English, yes of course. Are you ready? I'm gonna learn you how to fight with the sword. Ready for it? Yes, okay. So, at first we have to look our opponent in the eyes. You have to look really angry. Yeah, ooh, he's a bit scared. Do you see that? He's a bit scared. Okay.
Yeah, oh, very good. Hold us. And we're getting closer. We're getting closer. Getting closer. First on the right shoulder. Yeah, here we go. Ha! The other shoulder. Ha! And last one. Ha! Do you surrender? Ladies and gentlemen, we got a winner! Dag jonge dame. Zeg, je lijkt wel een beetje op mijn zusje. Dat is een stoer. Ja, ja, we hebben een nieuwe stoere ruit. En dan liever Lisa of Emma. Maakt niet uit, we maken gewoon een nieuwe. We maken gewoon een nieuwe ruit. Hoe heet jij? Kijk, dat is veel beter. Ilana, daar gaan we. Als we het probleem. Zo. En dan kun je ook heel boos kijken. Heel boos kijken. Oh, ja, daar wordt hij al bang van. Oké, heel langzaam. En de ene kant. Ha! Oh, zwart gaat al bijna uit al. En de andere kant. Ha! Oeh! Oh. Anders snijden we de baard eraf. Mama! Niet zijn baard. Oké, dames en heren, we hebben de winnaar! Ja, mooi de baard. Kom erbij. Kijk, dames en heren, dit is nou de zomerhel. Dat is handig, hè? Ja, ja, die willen wij ook. Heel goed, heel goed. Hey, heb je ook spierballen meegenomen? Oeh, ik zal al bang worden, Daniel. Ik zal al bang worden. Zo, hou goed bezig. Oké, ben je er klaar voor? 3, 2, 1 en de ene kant. Ha! En de andere kant. Ha! En oeh, een winnaar! Heel goed, heel goed. Dag prinses. Zo. Ja, je ziet het zwaar op. Heel goed. Ben je er klaar voor? Ja. En kan je ook een beetje boos kijken? Oeh, ja, dat is wel heel mooi. Ja. Nee, ik kom niet altijd. Oh, beter. Met twee handen. Nee. En dan komen we. Nee, dan komen ha. En de andere kant. Ha. En van boven. Geef je over? Dames en heren, een groot applaus! Je mag je hem overeind houden. Help je maar overeind. Geef maar een handje. Heel goed. Kijk eens aan. Dankjewel. Zo, jonge dame, dan mag je ook daar weer gaan staan. Kom maar. Al even bij gaan staan. Heel goed, help elkaar. Zeg, helden van Raamplein. Kunnen jullie spierbal laten zien? Show your muscles. En dan nog één keer brullen als een echte draak. Raw, like a real dragon. 3, 2, 1. Dames en heren, een groot applaus! Kom hier weer terug met open mannen gaan staan. Die kijken we niet meer links en dankjewel. En dames en heren, een groot applaus voor uzelf, want dat heeft u goed meegedaan. Ja, dank u wel. Mocht u nou het hele verhaal van Raamplein willen beleven, ga dan door die magische poort. Mocht je dit moment willen vastleggen, dan kan. Maar blijf nog even in de buurt om een prachtige foto te maken. Maar nu kunnen jullie veilig naar Raamplein. Nu weten jullie allemaal wat zwaardvechten is. Een echte held. Dames en heren, bedankt. Goedenavond, oh, wat fijn dat u allemaal gekomen bent. En met zoveel ook. Oh, dat had ik niet durven dromen. Welkom allemaal in mijn nederige stulpje. Ga lekker onderuit zitten. Als jullie nou doen alsof jullie thuis zijn, dan doe ik dat ook. Nee, maar ik vind het echt heel fijn hoor dat jullie gekomen zijn. Ja, het doet me goed om eens bezoek te krijgen. En ik vind het ook heel, heel dapper van jullie hoor. Ah, daar is die. Ja, ik ben tenslotte toch de grote boze wolf, hè. En de slechte niet. Nee, niet ontkennen. Ik ken mijn plek. En ik leg me erbij neer. Ieder sprookje heeft nou eenmaal zijn dappere helden. Zijn onschuldige meisjes. En zijn slechteriken. Maar het is wel een eenzaam bestaan hoor, kan ik u vertellen. Denk maar niet dat de kaboutertjes eens gezellig op de thee komen. Of dat als een poester eens gezellig komt ganzen worden. En tenslotte toch de grote boze wolf. Waar iedereen met een grote boze boog omheen loopt. Dus daar zit ik dan. Avond aan avond. Alleen. In. Wat? Zeg je? Zei je? Kan je niet helemaal. Kan je iets harder praten? Ik versta je niet helemaal. Oh. Hè? Oh, English. Oh, laat maar dan. Zo. Zet wel even wat muziek op, hè? English.
alles is zo herkenbaar. Ik ben altijd de glijder, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koele. Ik doe alles voor mijn kip. Ik ben altijd maar de macho, de Latino, de De Niro. Ik ben altijd maar de stoere, maar nooit een keer de no-no. Oh, ik wou dat ik geliefd was, gewoon een dag niet mezelf was. En als jij dan op bezoek was, ik niet eenzaam en alleen was. Ik niet gevreesd, maar populair was. En dat jij mijn beste vriend was. Ik niet de schrik, maar juist de troost was. Niet angstaanjagend, maar vertrouwd was. En dat dat voor altijd was. Dank u wel. Dank u wel. Ja, u bent een heerlijk publiek. Dat ruik ik zo. Ik bedoel, dat zie ik zo. Ach, ik heb u vanavond uitgenodigd om mijn kant van het verhaal eens te vertellen. Ja, ik snap dat ieder sprookje een slechterik nodig heeft. Maar het zit me toch al een tijdje niet zo. Die is heel erg lekker. Ach, laat ik ook gewoon maar eerlijk zijn. Het ligt als een loodzware geit op mijn maag. Bij wijze van spreken dan natuurlijk. Ik zie u kijken van waar heeft hij het over. Kijk. Iedereen kent het sprookje van Roodkapje en de wolf. Mooi. Maar er staan dingen in het sprookje. Die zijn helemaal niet waar. Nee, zo zou ik Roodkapje ooit bijvoorbeeld aan hoe stond het er ook alweer? Hier. Met huid en haar hebben opgegeten. Nou, dat is dus helemaal niet waar. En niet alleen een Roodkapje, maar ook... hier. Ja, oma. Oma zou ik hebben verslonden. Dat geloof je toch niet? Wie eet nou oude taart? Maar ja, het staat hier zwart op wit, hè? Dus dat zal het wel waar wezen. Zo is het toch? Dat denken jullie toch ook? Nee. Ja. Dat denk jij toch ook? Lief, mals, hap. Ik heb niet tegen jou. Lief, mals, hapje. Toch? Het is allemaal onzin. Het ligt allemaal veel genuanceerder. En daarom vertel ik u vanavond het ware verhaal. Een sprookje. Ik serveer jullie aperitieve feiten die alles in een heel ander daglicht zullen plaatsen. Maak u zich geen zorgen. Het wordt fantastisch. Het wordt een fantastisch sprookje. Nou, laten we bij het begin beginnen. Ik maakte een wandelingetje. Zit mijn tasje goed? Zit mijn jasje goed? Wolfje gaat op stap. Zit mijn giletje goed? Mijn machetje goed? En Wolfje gaat op stap. En Wolfje heeft vandaag dat vieve. En niet meer zo dat primitieve. Want Wolfje is vandaag de bon vivant. De bon vivant. De bon vivant. Vive la, vive la, vive la, vive la bon vivant. En Wolfje gaat op stap. Langs het hoge gras, door het struikgewas. Wolfje gaat op jacht, een stap. En het zonnetje lijkt een ballonnetje. En Wolfje gaat op stap. Wolfje heeft vandaag dat vive. En niet meer zo dat primitieve. Want Wolfje is vandaag de bon vivant. De bon vivant, de bon vivant. Vivele, 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 vivele bon vivant. En Wolfje gaat op stap. Zo kwam ik naar de rand van het bos bij een huisje. De deur zwaaide open en daar stond een schattig klein meisje. Een rood kapje en een mandje in haar handen. Haar moeder stopte nog wat koekjes in het mandje en vroeg het meisje die naar grootmoeder te brengen. Ja, grootmoeder was namelijk heel erg ziek. Maar blijkbaar niet te ziek om een kilo koekjes weg te werken. De moeder vroeg het meisje op het pad te blijven. Dan zou ze vanzelf bij grootmoeder terechtkomen. Ze moest niet van het pad afgaan, want dan zou ze kunnen verdwalen. Kijk, als ze dat nou gewoon had gedaan, dan was er niks aan de hand geweest. Onthoud dat goed!
Ja? Goed zo. Afijn. Roodkapje gaat op pad en ik denk, ik houd hem even in de gaten. Hè? Ook niet om erop te eten. Ik was bezorgd en ik wilde er zeker van zijn dat ze niet van het pad af zou gaan. Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Ze lijkt zich niet bewust van het gevaar. Dus loop ik steeds iets verder mee met haar. Want zij mag niet verdwalen. Ze vraagt me wat ik wil dan, wil dan, wil dan. Vragen word ik stil van, stil van. Maar zij vraagt wat ik wil dan, wil dan, wil dan. Daar word ik stil van. Je bent nog zo klein, het bos is zo groot. Want als je verdwaalt, dan raak je in nood. Ga met je mee, dan gaat er niks fout. Ik snap niet waarom je mij niet vertrouwt. Zeg er niemand, is niet te zwaar. Is nog zo ver, geef mij hem nou maar. Ga met je mee, knap hem maar hoor. Ga met je mee op pad, ga met je mee. Daar zie ik nog eens wat. Ik lijk misschien gevaarlijk, maar ik wandel ook zo graag. En lopen is gezond en het is heerlijk weer vandaag. Ga met je mee, ik doe jullie mee. Ga met je mee, ga met je mee. Ga met je mee, En op dat moment komt de jager eraan. Ik schrok me een ongeluk. Jagers zijn nare mensen. Daar moet je voor oppassen. Voor je het weet, heb je een kogel in je kont. Goedemiddag, meneer de jager. Hoe maakt u het? De jager die wilde mij dringend spreken, want er waren 6 geiten vermist. En of ik daar iets vanaf wist. Nou, ik bedoel maar, hè? Ik krijg altijd overal de schuld van. Wat moet ik nou met 6 geiten? Kinderboerderij beginnen? Wat zei je? Wat zei je nou? Wat zei je dan? Wat zei je? Opeten. Zei je nou opeten? Ja? Opeten? Ik eet helemaal geen geit, hoor. Nee, echt niet. Dat zal u misschien verbazen, maar dat denk jij het ook? Ik eet geen geiten. Nou, sterker nog, en vanavond vertel ik u de waarheid en niets anders dan de waarheid. Ik ben vegetariër. Ja, ik eet helemaal geen vlees. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben, al dat dierenleed. Ik leef op groenten en fruit. Bosbesjes, appels, andijvie, appelmoes, groeien. Ja, verder niks. Daarom zie ik ook zo pips. Oh, en de rauwkost. Heel veel rauwkost. Rauwe sla, rauwe worteltjes, rauwe biggetjes. Oh, ik bedoel, bietjes. Waar was ik? Oh ja. De jager, die dacht dus dat ik iets te maken had met die 6 vermiste geiten, want ik voldeed aan het signalement. Ja, ik voldoe altijd aan het signalement. Maar nee, zei de jager. Zo grappig was het ook niet, hè? Zo, het was niet zo heel grappig. Nee, zei de jager, dit keer had hij een ooggetuige. Ooggetuige, dat is toch onmogelijk? Ik had ze immers allemaal verslonden. Oh, ik bedoel, dat had hij allemaal verzonnen. Op dat moment zie ik Roodkapje van het pad afgaan. En de jager die blijft maar vragen stellen. Hij wil mijn poot zien en weten waarom die zo wit is. Dus ik vertel hem dat ik een appeltaartje had gebakken. En dat ik waarschijnlijk nog wat meel aan mijn poot had zitten. Dat is alles. En weg was ze. Oh nee, opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Ik heb ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Ik ben haast te laat. Het spijt me, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik kan hier nu niet blijven. Ik kan hier nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijf ik even staan. Dan kan ik, misschien als het echt moet, wat over geiten klokken en witte poten praten. Nou, dag tot ziens, adieu, het ga je goed. Roodkapje! Ja!
Ik kan het hele bos uit. Ja, maar ze was spoorloos verdwenen. Ik moest haar vangen, vinden. Ik besloot het pad naar het huis van grootmoeder te volgen. In de hoop haar daar onderweg tegen te komen. Uitgeput kwam ik aan bij het huis van grootmoeder. De deur zwaaide open en daar stond grootmoeder. En die was dus helemaal niet ziek. Ze had gewoon een kruiselpuzzeltje te doen. Nou, ik vertelde dus wat er was gebeurd. Hoe Roodkapje toch van het pad af was gegaan. En dat ze nu spoorloos verdwenen was. Nou, dat vond grootmoeder niet zo leuk. En dan druk ik me nog heel zacht uit. Roodkapje deed het wel vaker. Eigenlijk luisterde ze nooit. En grootmoeder vond dat Roodkapje maar eens een lesje moest leren. En toen was zo'n grootmoeder dus. Dat ik mij als haar zou verkleden en in haar bed moest gaan liggen om zo Roodkapjes flink te laten schrikken. Kijk, ik vond dat meteen alles slecht plan. En grootmoeder stond erop, ging meteen op zoek naar een verstopplek. Probeerde ze nog te verstoppen onder het bed. Maar dat paste niet. Te krap. En toen verzonden we samen, in goed overleg en met wederzijds welverslind bevinden, dat ze zich het beste kon verstoppen in mijn buik. Ja, daar kijkt toch niemand. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hapslik weg. En dan lag ik even later in het bed van grootmoeder. Met een nachtjaponnetje aan. En een slaapmutsje op. Een slaapmutsje op. Te wachten op Roodkapje. Oh, ik voelde me helemaal niet goed. Ik voelde me zo ontzettend ongemakkelijk. En dicht gaan. Ik hoor het kraken van een twee. Ik hou een blik strak op de deurknop en die gaat naar beneden. Ze kwam binnen zonder kloppen. Eerlijk waar, ja, ze kwam binnen zonder kloppen. Ze kwam binnen zonder kloppen. En ik werd doodse stilte. Een kapje keek me aan, maar ze snapte er niks van. Ze zag iets aan me. Maar ze kon het niet plaatsen. Er klopte iets niet. Maar ze kon er vingeren niet op leggen, denk ik. Ach, het was een hele rare situatie. Ja, moet u zich eens voorstellen. Oh, daar kan ik u wel even bij helpen. Maar dan heb ik wel een vrijwilliger nodig. Iemand die Roodkapje kan spelen. Iemand aanleg voor Roodkapje? Wat? Even kijken hoor, maar ik zie daarom. Oh, dat ziet er behoorlijk goed uit. Hoe heet jij, meisje? Kom eens even naar me toe. Kom eens even hier. Oh, kom maar hoor. Hoe heet jij? Oh, eerst lopen dan praten, denk ik. Goed, zo heet jij? Haley, kan je goed lezen? Ja, kan je goed voorlezen? Nee, ik ga dan maar gauw terug. Lezen? Ja, jij. Kom maar hoor. Haley, je mag er wel bij gaan staan hoor. Mag best. Kom maar. Goed zo. Jij kan wel goed lezen? Ja, kom maar. Hoe heet jij? Janice. Ga maar staan. Haley, niet? Goed zo. Nou, mag je hier even... Mag je hier op het hoekje gaan staan? Ja, ik wel. Daar op het hoekje mag je gaan staan? Goed zo. Ja. Ach, daar is Haley.
Kom maar, geef hem maar een handje. Gaan we lekker samen staan. Goed zo. Goed zo. Kennen jullie elkaar? Nee. Nou, dan heb ik hier een kaartje. En daar staan 3 zinnen op. En die, je hoeft niet te kijken, je kan niet lezen. Er staan 3 zinnen op en die moet je precies zo voorlezen. Ja, want dat zei ze. Oké? Oh, is goed, regel het maar even met z'n tweetjes. Ja hoor. Zo, dan ga ik weer even in bed liggen. Zo, nachtjaponnetje aan. Zo. En mijn slaapmutsje weer op. Goed zo. Nou. Daar gaan we dan. Zin 1. Zin 1, kom maar. Grote oren. Kom je op schoot zitten of? Nee? Oh. Lekker dichtbij. Wacht even. Wacht even! Grote oren, ja, die groeien door hè, als je ouder wordt. Ja, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik wist me geen raad. En toen kwam zin 2. Nu is het tijd voor zin 2, ja. Zo. Ze zijn wel klein, maar je hoeft me niet uit te lachen. Ja, ik heb gewoon mijn brilletje niet op. Pure paniek. En toen kwam zin 3. Goed, zin 3, kom maar. Ja. Ja, kindje. Dan kan ik jou beter opeten. Ja, dat meen ik niet, hè? Nee, ik maakte maar een grapje. Ja, ik moest ze laten schrikken. Nou, dat lukte aardig. Het arme kind was helemaal van het padje af. En op dat moment komt die vervelende jager eraan. Roodklapje, je moeder zult je. Ja, die moeder was natuurlijk ongerust en had die vervelende man gestuurd. Dat moest ik doen. Ik stond daar nog steeds verkleed als grootmoeder. De jager zou me nooit geloven als ik zou vertellen dat het allemaal maar een grapje was. En Roodklapje stond nog steeds te gillen. Gil maar even. Nou, gillen jullie eens even. Nou, kijk. En je weet dus niet hoe een jager daarop reageert. Het zijn hele nare mensen. En toen dacht ik, ik verstop Roodkaapje ook maar even in mijn buik. Ik kan grootmoeder er meteen even bij praten over de situatie. Nou ja, gaan we weer zitten. Groot applaus voor Haley! Roodkaapje had ik veilig opgeborgen in mijn buik. En zat lekker bij te kletsen met grootmoeder. En toen wilde ik het op een rennen zetten. Maar dat ging niet. Ik viel om door mijn enorme gewicht. Ik was zo zwaar. Ga maar na. Roodkaapje, grootmoeder, 3, 4, 5, 6 geiten gesleept. En vijgen voor het ontbijt, heel gezond. Ik kon geen kant op. En toen kwam de jager binnen. Met zo'n geweer. 2 reepluide ogen, die keken de jager aan. 2 reepluide ogen, die hij niet vergeten kan. Jullie kennen hem al? 2 reepluide ogen, nog gezellig. En die keken de jager aan. 2 reepluide ogen, die hij niet vergeten kan. Zo is het dus gegaan. Ja. De jager die greep me. En we weten allemaal wat hij toen heeft gedaan, toch? Ja. Ja, dat staat allemaal in dat boek. En
Daar is geen woord van gelogen. Barbaars. Ik heb al weken stenen gepoept. Au! Nou, nu weten jullie hoe het zit. Hè? Maar wie gelooft er nou een wolf? Wie gelooft er nou een wolf? Meer dan ik dacht. Voelde anders al die jaren. En daar zat ik dan. Heli ook, super. Daar zat ik dan. Helemaal alleen. Ach. Mijn lieve moeder waarschuwde me al toen ik een heel klein wolfje was. Kleine jongen. Je bent op deze wereld. Zul je moeten vechten, net als ik. Ik kan het weten. Het leven is niet makkelijk. Als wolf ben je al snel een slechte weer. Kleine jongen. Er zijn veel goede mensen. Maar jagers zijn er ook, helaas. Het is waar. Je moet maar denken. Als jij straks gaat beseffen dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar. Dus zing je eigen lied en hoop dat het gehoord wordt en in ieder ziet dat jij ook goede kanten hebt en veel verdriet om wat de mensen zeggen over jou. Leven gaat voorbij, er is zo weinig tijd, dus zing wat jij bent vrij, maar hou het wel gezellig, maak de mens blij, dan zul je minder eenzaam zijn. Dames en heren, u was een heerlijk publiek. Dank u wel. Nou, dan gaan we nog één keer met z'n allen. Waar zijn die handjes? Yes, 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 yes. En zing maar mee. Goed zo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Maar hoe zie je dat dan? Want ik zie helemaal niks hoor. Hoe moet je het doen? Omlopen!
trekken? Ik ben hier net. Omroepen. Nou ja, er zit iets anders op. Ik kan het doen. Ja, superbruin. Ik ga gelijk kijken. Jongens. Als je me honderd hebt, blijf staan waar je staat. Dat ik... ik kom wel nog. Och, helemaal omlopen, joh. Thank you.
Oh!